Zo, welkom terug allemaal. In deze video zal ik de kwaliteit van de opname tussen de X-T1 en de X-T2 vergelijken. Dan heb ik het over video-opnamekwaliteit vergelijken tussen de X-T1 en de X-T2. Dit is mijn telefoon. Ik heb de camera's vergelijkbaar opgezet, dus beide met een 16 GB geheugenkaartje. En de camera's, ik zal ze beiden op auto ISO zetten. Op een 60ste van een seconde, opening 2.8. Die lens heeft een variabele opening van 2.8 naar 4. Wacht, ik zal even 4 nemen. Dan neem ik daar ook op die lens 4. Ik zal manuele focus gebruiken. Nee, we zullen continu focus gebruiken. Verder ga ik deze beugel gebruiken. Dus daarop kan ik twee camera's aan de statiefbevestiging hier monteren en dan kan ik hier een koppelingsplaatje voor mijn statief zetten. Dan kan ik dit zo het geheel, de twee kamers tegelijk op mijn statief plaatsen. Dus dan zal ik nu even alles omwisselen en dan bekijken we daar de resultaten van. Dus de opname is opnieuw opgestart. Dus dit is een opname met de X-T1 en de X-T2. Dus dan zie je, dus ze hebben een klein, een iets afwijkende hoek. De camera's, dus ze staan zo opgesteld, vrij dicht. Ze staan een klein beetje naar elkaar toegericht. Om zo toch te kunnen hetzelfde onderwerp min of meer te foto of te filmen beter. Maar als ik dus die lens op hier hou, dan zie je wel in de twee opnamen een klein verschil in lichtinval. En hoe dichter ik kom, dan zie je ook het verschil in de opname zelf. Voor de rest, ja, op die kleine schermpjes ziet die kwaliteit er vergelijkbaar uit. Maar ik ben er vrij zeker van dat de kwaliteit op beeld een grote verschil zal geven. Dus nu zijn beide camera's op manuele focus bezig. Dan kan ik even de focus fine-tunen. Ik zal nu even naar buiten gaan ook. Opname van een kruiwagen in de regen. Nu, ondertussen heb ik de foto's, of beter de videobeelden, ook op de computer op groot scherm bekeken. En eigenlijk valt mij vooral op het verschil in contrast. Dus ondanks dat ze dezelfde quick menu instellingen hebben, dus dezelfde min 2 voor belichting, contrast, scherpte en kleuren en dergelijke meer. Niet belichting, dus enkel contrast, kleuren en scherpte. Toch is de X-T1 nog altijd veel contrastrijker en verlies je veel meer detail. Terwijl bij de X-T2 beelden krijg je een neutralere opname waarbij dat je dus ook nog meer detail in je beeld hebt. En als je wil kun je die achteraf nog altijd gaan aanpassen. Dus dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.